Warrior Code is powered by XXL Nutrition. Go beyond your limits. Je hebt net wat je aangeeft een real life soap gehad. Komt er weer een real life soap? Of zou je het mooi vinden als het weer komt? Want ja, je hebt er een kop ervoor, je hebt een mooie vrouw ernaast. Ja? Ik zal eerlijk, zoontje wat ook nog op hoog niveau kickbokst. Ja. Ik zal heel eerlijk zeggen, op het moment toen we ermee bezig waren, toen dacht ik van ik zou willen dat die camera's opgerot waren, dat ik er vanaf ben. En toen waren ik eigenlijk klaar. Toen wouden ze nog een real life shot met mij doen. Maar dan moest het voortaan via een script via hun. Het was niet echt real life meer. Maar om 1 uur moest je daar zijn, dan moet je je eigen zo gedragen. En dat had ik geen zin in. Ik heb het echt gedaan om de negativiteit van de sport uit beeld te halen. Dat je ook gewoon een jongen hebt van het kamp. Wie gewoon hard werkt voor zijn geld te verdienen. Wie kinderen heeft, wie getrouwd is. Wie niks anders doet dan met sport bezig is. En met chefs en Duits natuurlijk. En chefs en Duits natuurlijk, ja. Ja, dat kan niet meer zo goed handelen als chef, dat weet ik zeker. Als het nou Duits is of op Nederland. Ja. Maar ik zou het wel leuk vinden om weer zijn real life soap te doen. En dan een beetje ook de nadruk leggen weer op mijn zoontje. En ook de nieuwe carrière van mij. Dat ik weer met mijn sportschool bezig ben. En als het maar niet gescript is. Nee, het moet wel real life zijn. Want hoe gaat het met je zoon? Ja, mijn zoontje gaat heel goed. Hij is echt talentvol. Als hij gaat trainen, dan is het gewoon een beest. Ik ken maar weinig. Ik heb maar weinig jongetjes in mijn sportschool of waar dan ook waar ik geweest ben. Wie zo'n groot talent en zo'n goede kruiwagen als hij hebt. Mm-hmm. Alleen hij is 16 nu, hij is vanaf zijn 6 al ongeveer bezig. Het is even heel veel voor hem. En nu is hij even een vriendin en puberen, hij op stap gaan. Beter. Ja, dat vooral. Hij weet vooral allemaal beter. Hey, maar hij is een hele goede jongen, maar hij is nog even zijn weg aan het zoeken en met school bezig, wat maken. Dus ik ga hem niet pushen, ik laat hem gewoon even doen. Ja. Als het even nou iets minder is, kom dan ook wel weer terug, zoals het bij mij vroeger ook. Dus misschien, denk je dat hij het ook lastig vindt, misschien dat jij dat hij een beetje in jouw schaduw altijd staat? Ik kan me voorstellen, als je een vader hebt die zo'n... Weet ik niet, zal je een keer aan hem moeten vragen. Ja, dat hij wel tegenop moet boksen misschien. Of misschien juist niet hoor. Maar ik denk altijd dat hij de kans heeft om wel 10 keer beter als mij te worden. Ja. Zeker, dat je net wat je aangeeft, die kruiwagen. Ik kan al die ervaring van jou meenemen. Ja. Ik kreeg pas een kruiwagen toen ik A-klasse was, toen chef mijn schoonvader werd. Ik kwam ook uit het bedrijf, ik kon ook wel mensen wie een virtafels kochten. En dat werd heel populair door, omdat ik... Ik verkocht tegen Andy Sauer, verkocht ik 19 VIP-tafels en 350 kaartjes. Ja, dan weet je wel hoe de promoters hit zich gewoon op. Yeah. En op den duur stond ik voor 2 jaar ingepland. Yeah. Ik vocht 6 keer per jaar. A-klasse partijen. Wow. Ja. En niet zoals sommige kampioenen 2 keer in de 3 jaar of zo, bij wijze van spreken. Maar jij bent als kind nooit gepusht. Ik heb het allemaal alleen gedaan. Wie bedoelt die nou? Nee. Nee, ik bedoel niemand, maar ik zie het bij One Championship heb ik kampioenen die... Anissa Maxe, die is pas weggegaan bij Anders kampioen, die heeft 2 jaar niet gevochten. Ja. Ja, ik vind het niet normaal. Nee, dat klopt niet. Ik vind een kampioen die moet gewoon elke keer zijn titel verdedigen. En minimaal 1 keer in een half jaar vechten. Ja, en anders vakant. Ja, naar een jaar. Ja. Naar een jaar mag die vakant zijn. Bekijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. Oes!